deze speciale dag en ook wel deze feestelijke dag. Het is een hele mooie dag buiten. De zon schijnt en dat zonnetje nemen we gewoon lekker mee hier in deze studio live vanuit Pakhuis De Zwijger. En we staan hier met z'n allen stil bij een heel speciaal moment van de carrière van Bas Coxhoorn. Dus bij deze ook een bijzonder welkom aan jou, Bas. Dit is jouw dag. Ja. En pak hem ook lekker, hè? Vandaag zal hij zijn lectorale reden voordragen en officieel benoemd worden tot bijzonder lector, dynamiek van forensische sporen aan de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Mautina Woenel en ik ben jullie dagvoorzitter vandaag. En het zaallicht is uit, maar ik zie toch nog een beetje wel de ogen die naar mij kijken. Het is een volle zaal. We zijn hier met collega's, ik hoor de studenten. Bijna iedereen in de keten van het strafrecht is wel vertegenwoordigd. Ik zou eigenlijk een soort van rondje willen doen dat iedereen even zijn hand opsteekt, maar dat doen we wel op een later moment. Maar ik heb gehoord dat iedereen vertegenwoordigd is en dat is mooi en ook ontzettend fijn. Dus dat laat zien dat de keten connected is en dat mensen ook betrokken zijn bij deze reden en de thema's die Bas vandaag ook gaat aandragen. Maar ook online zijn er altijd mensen vertegenwoordigd, want we leven in een hybride samenleving. En daarvoor hebben we ook onze andere lectoren die verbonden zijn aan de Hogeschool van Amsterdam. En dat zijn er inmiddels 60, heb ik me laten vertellen. Dus dat zijn er nogal wat. En die behoren eigenlijk tot die community, hè, de familie van de Hogeschool van Amsterdam. En een lector is een gepromoveerd onderzoeker die als specialist in een bepaald vakgebied zijn of haar sporen ruimschoots verdiend heeft. En de HVA die heeft er dus 60. En die 60 die leiden dus ook een kenniskring, de lectoraten. Worden dat ook wel genoemd. En ze zijn dus elke dag bezig om onderzoek, praktijk en onderwijs aan elkaar te koppelen. Dus dat is heel mooi en daarvan gaan we ook zien hoe Bas dat ook doet in zijn eigen praktijk. Het programma wordt altijd heel mooi ingeleid door onze speciale gasten. Vandaag hebben we natuurlijk rector van de Hogeschool van Amsterdam, Galijn Meijer, aanwezig. Welkom. En Esther Ras, van decaan van de faculteit Techniek. Ja, welkom. Nou, wat gaan we dan verder doen? Na de introducerende woorden gaan we natuurlijk naar Bas luisteren, naar zijn lectorale reden. Daarvan hebben we ook een hele mooie publicatie. Ja, daar is hij. En deze is wat minder spannend, zei ik net, dan de leader. Want in de leader zag ik allemaal bloedbuisjes voorbij komen en mensen in wit pak. En hier heb je het allemaal iets vrolijker gemaakt voor ons. Voor de mensen die het toch allemaal wat spannend vinden. En gaan we daarna ook luisteren naar de laudatio. En dat is echt het moment dat Bas de lovende woorden eigenlijk in ontvangst mag nemen, waarin zijn werk ook echt geëerd wordt. En dat wordt vandaag voor het eerst gedaan door iemand extern van de Hogeschool van Amsterdam. Dat is namelijk niemand minder dan de directeur wetenschap en technologie van het NFI, van het Nederlands Forensisch Instituut. En dat is Annemieke de Vries. En zij zal zo meteen hier aan tafel plaatsnemen. En dan, om het nog eventjes allemaal mooi af te ronden en samen te brengen, dan gaan we ook in gesprek met een aantal speciale gasten. Om wat verder eventjes de diepte in te duiken, de onderwerpen aan te kaarten en te kijken wat er nou eigenlijk allemaal speelt in die praktijk met dat onderwijs ook samen. En dat onderzoek natuurlijk. Maar voor nu wil ik eigenlijk eerst even het woord geven aan Esther Ras. Dankjewel. En ook namens mij van harte welkom. Ook voor jouw vriendin en familie en mensen hier in publiek en online. En dan hoor ik net dat we wel 60 lectoraten hebben, maar vandaag hebben we te spreken over een bijzonder lectoraat. Dus ik weet niet of er daar één van is, maar voor mij vandaag wel. Bas, je bent al enige jaren actief in het onderwijs en het onderzoek van de opleiding en het onderzoek van het lectoraat Forensisch Onderzoek aan de faculteit Techniek van de HVA. En de realisatie van het bijzonder lectoraat samen met het NFI was een hele logische keuze, heb ik me laten vertellen. Behalve jouw betrokkenheid bij de afstudeerateliers van Forensisch Onderzoek en het verzorgen van gastcolleges, paste jouw onderzoek naar de dynamiek van sporen en de relatie tussen sporen en activiteiten naadloos bij de criminalistische insteek die het lectoraat Forensisch Onderzoek zo'n 12 jaar geleden heeft gekozen. Vanuit de ambitie om in het onderzoek de relatie tussen sporen en activiteiten en het gedrag van sporen verder te ontwikkelen en de doorwerking van de ontwikkelde kennis naar het onderwijs en de praktijk te bevorderen, werd dit bijzonder lectoraat Dynamiek van Forensische Sporen ingesteld en werd jij vorig jaar op deze leerstoel benoemd. Je studeerde biologie in Leiden, promoveerde in 2008 op een onderzoek naar de biologische verwantschap tussen kleine landslakjes die voorkomen op kalkhoudende eilanden. Ik heb twee keer moeten kijken toen mij deze tekst werd
ingefluisterd door Christianne. Doel van jouw onderzoek was de evolutionaire verwantschappen tussen deze slakjes te achterhalen. Daartoe deed je veldonderzoek onder andere in de bergketens in het noorden van Catalonië en onderzocht je bij verschillende scenario's over het ontstaan en de verspreiding van de soorten met behulp van DNA-verwantschapsonderzoeken en de Bayesiaanse statistiek. Al voor jouw promotie werd je als DNA-deskundige aangenomen bij het NIV. Tijdens de sollicitatieprocedure bij het NIV was het duidelijk dat ze dé slakkenspecialist van Nederland hadden aangetrokken. Als onderdeel van die sollicitatieprocedure werd kandidaten gevraagd om een voordracht te geven. En één van de NIV-medewerkers dacht dat hij in de verkeerde zaal terecht was gekomen. Toen Bas tijdens deze procedure een exposé gaf over landslakken. Het was een prachtige lezing, maar mensen in de zaal vroegen zich bezorgd af waar het naartoe zou gaan met de belangrijke forensische DNA-onderzoek als dat aan slakkenspecialisten zou worden overgelaten. Tijdens de discussie die volgde werd al snel duidelijk dat je je uitstekend had ingelezen in het werk van het NIV en in de uitdagingen van het forensisch DNA-onderzoek. En dat je een intelligente man bent die met jouw slakkenkennis van grote meerwaarde is voor het instituut. Bas, je bent niet alleen een bevlogen onderzoeker die helder over onderzoek kan vertellen. Je had met jouw onderzoek naar het ontstaan van slakkensoorten en het toetsen van scenario's over de evolutionaire verwantschappen alle vaardigheden ontwikkeld die nodig waren om ook scenario's over misdrijven met DNA-onderzoek en de Bayesiaanse statistiek te kunnen toetsen. En het oplossen van raadsels en puzzels, dat ligt jou. Het oplossen van misdrijven en het voorkomen van de rechtelijke dwalingen zijn jouw missie geworden. Al snel nadat je bij het NIV ging werken, kreeg ook de HVA lucht van deze nieuwe aanwinst. Je werd benaderd voor het geven van gastcolleges over onder andere forensische biologie en inmiddels verzorg je al zo'n 10 jaar bij de opleiding forensisch onderzoek de gastcolleges en begeleid je nu ook studenten bij hun afstudeeronderzoek. In jouw functie als lector bij de HVA werk je samen met onderzoekers en docenten, promovendi studenten en praktijkpartners van het NIV en de politie aan het beantwoorden van actuele vragen uit de forensische praktijk. Door de inbedding van het lectoraat vindt de ontwikkelde kennis daar zijn weg naar zittende en toekomstige professionals in de strafrechtsketen en naar de wetenschap. Het is mooi om te zien dat de stageonderzoeken die jij nu begeleidt in het eigen forensisch laboratorium in het Nicolaas Tulphuis ook worden uitgevoerd. En het afgelopen jaar hebben studenten die door jou en ook Janine Joling, die ik net de zaal in heb zien lopen, erg mooie onderzoeken verricht. Ook is het jou samen met Christianne en jouw collega Anouk de Ronde gelukt om een grote onderzoekssubsidie te verwerven, waarmee de onderzoeksgroep uitgebreid wordt ook al dit jaar. Jouw collega's omschrijven jou als iemand met gedegen kennis van zaken, goede voorbereiding, rust en bovenal een grote mate van bescheidenheid. Christianne gaf in de voorbereiding hier naartoe aan dat je ook sterk bent in het vinden van goede samenwerkingspartners. En alsof dat nog niet genoeg is, want dat lijstje ging maar door. Allemaal positieve eigenschappen over Bas. Zien jouw collega's je ook nog eens als iemand met een sterke focus en je bent blijkbaar ook nog een uitstekende schrijver. Rana, een oud-student van forensisch onderzoek, heeft aangegeven namens onze studenten dat jouw enthousiasme aanstekelijk is, maar voor haar ook ontzettend motiverend was. Ondanks je grote en brede interesse in de forensische thema's en jouw werklust, blijft er ook een grote liefde voor jouw vriendin Nicolette, die ook bioloog is, met wie je samen woont in Leiden. En daarnaast hebben jullie blijkbaar ook nog een boshuisje in Drenthe, waar je hele boeken schrijft. Zo heb je de coronaperiode benut om samen met Duncan Taylor, een Australische collega uit Adelaide, een belangrijk boek te schrijven, Forensic DNA, Trace Evidence Interpretation, dat vanaf december in de boekhandels ligt. Naast je werk geniet je heel erg van je vrije tijd. Je lijkt altijd meer vakantie en vrije tijd te hebben als de rest van jouw collega's. Dat antwoord lijkt hem te liggen in het feit dat je heel gestaag en gefocust werkt, maar ook op tijden waarin andere collega's op vakantie zijn, zodat je de rust kan benutten om rustig door te werken. En omdat je late avondsessies met studenten hebt om te werken aan hun onderzoek.
Namens de HVA en de faculteit Techniek in het bijzonder wil ik uitspreken dat wij zeer verheugd zijn om jou als bijzonder lector vandaag dynamiek van forensische sporen te mogen benoemen. Dankjewel. Dankjewel, Esther. Ja, bedankt voor deze introducerende woorden. Pardon. Het lijkt alsof ik emotioneel word, hè? Ja, maar dat het zou kunnen. Het waren ook mooie woorden, inderdaad. Maar het was mooi om meer achtergrondinformatie te krijgen over Bas, inderdaad. En we willen natuurlijk ook wat meer horen over het praktijkgericht onderzoek en het belang daarvan. En daar gaat Geleidmeijer ons in meenemen. Ja, dankjewel. Namens het college van bestuur vertegenwoordig ik eigenlijk het formele deel van deze installatieceremonie. Ja. En dat is voor ons een belangrijk moment. Het is natuurlijk vooral een belangrijk moment voor jou, Bas. Maar het is ook voor ons een heel belangrijk moment. Omdat dit is natuurlijk de kern waar we als kennisinstelling aan werken. Ik ben heel blij dat je hier zit. En ik wil eigenlijk een bijzonder woord van dank uitspreken aan het NFI. Om het vertrouwen te hebben om met ons dit zo op te pakken. En ik denk dat het toch wel goed is om iets over die lectoraten te zeggen en dat praktijkgericht onderzoek. Het is inmiddels zo dat het ook landelijk goed herkend wordt wat wij doen. En dan heb ik het over de hele hogescholensector. Het soort van onderzoek wat bij ons heel erg uit de praktijk altijd ontstaat qua vraag. Maar gedegen onderzoek, is maar één soort onderzoek, namelijk gedegen onderzoek, doen wij altijd dan vervolgens met een methode waar we de resultaten terugbrengen naar degene die vraag oorspronkelijk had. Nou, dat is dus een soort van cirkel waarbij we steeds proberen met pak een beet een jaar, twee jaar aan doorlooptijd te zorgen dat de resultaten ook weer voelbaar zijn door degene die de oorspronkelijke vraag had. Dat is praktijkgericht onderzoek, zoals we dat in de afgelopen tijd steeds verder hebben ontwikkeld. En dat wordt ook landelijk herkend. We zijn ook heel blij dat we daar ook vanuit de politiek ook nu de ruimte krijgen om daar met meer middelen structureel aan te kunnen werken. Dat komt allemaal door Bas, door jou en je collega's, hè, en de andere 60 lectoren bij ons en andere instellingen die dat doen. Misschien toch goed om iets te zeggen over zo'n bijzonder lectoraat, want dat is natuurlijk ook zoiets wat zo precies past bij bij dat praktijkgerichte onderzoek. Dat doe je namelijk nooit alleen. Dat doe je met die partners om je heen. Dat doe je met een gemeente, dat doe je met bedrijven, dat doe je met instellingen, zorginstellingen. Nou, ik noem maar een paar voorbeelden. En dus ook nu het NNV. En daar hebben we natuurlijk al een goede relatie mee, in de vorm van Christiane, die hier is. Het geldt ook voor onze samenwerking met academische partijen zoals de VU, waar natuurlijk ook zij een belangrijke component in speelt. Maar het is juist ook die samenwerking met andere onderzoeksinstellingen waar we zo blij mee zijn. Dus nogmaals, heel trots. Dat willen we ook graag terug laten komen in een vorm van een symbool. Mm-hmm. Dat is toch wat daar een beetje bij hoort. En dat zagen jullie ook al vanuit het publiek bij de andere lectoren. En dat is wat hier ook op tafel ligt. Dat is het teken wat straks aan jou zou worden overhandigd. Maar niet nadat je hebt laten zien natuurlijk dat je dat ook waard bent. Ja. Want dat hoort ook weer bij zo'n procedure. Ja, je moet eerst hard werken dus. Ja. Beetje kalfijn is er altijd wel bij. En dat teken is eigenlijk ook bewust ontworpen om uit te dragen wat zeg maar lectoren doen en de teams eromheen. Het is een denkbeeldige vijver waar je rimpels in creëert. En door steeds maar met jouw kennis je vinger van kennis erin te steken, creëer je die rimpels die voortdurend zo uitdijen. En die hebben dan weer een impact op de wereld daaromheen. Het plaatje is natuurlijk wat ingewikkelder dan dat. Hebben we inmiddels ook wel begrepen, maar de kern blijft dit. Ja, nou, mooi. En dat heet het draagteken, hè? Het heet het draagteken, ja heel goed. Precies. En dat kunnen we ook echt omdoen. En dat gaat ook zo meteen dus gebeuren. En ik zie ook inderdaad een lector die hier ook aanwezig is. Die heeft hem ook prachtig om. Dus dat dragen lectoren ook echt met trots. Dus heb je al een plek vrijgemaakt in huis waar je hem zo meteen kan presenteren? Ja, zeker. In de woonkamer hebben we een klein vitrinekastje staan. Nou, geweldig. Met een spotlight erop. Zeker. Nou, prachtig. En een slakje. Ja. Dat slakje gaat eruit. Nou, over een uurtje is hij echt van jou. Maar inderdaad, wat Gelijn ook al zei, daar moet eerst nog een beetje voor gewerkt worden. Dus ik wil aan jou vragen of jij plaats wil nemen, zodat wij kunnen luisteren naar je lectorale reden. All right. Ja. Bijzonder lector dus, Bas Coxhoorn, gaat voor ons zijn lectorale reden presenteren. We gaan luisteren naar Stille Getuigen over de dynamiek van forensische sporen. Mag ik een warm applaus? Ja, dankjewel Mahoutin. En eigenlijk wil ik beginnen met jou vragen om eens naar je handen te kijken. En eigenlijk wil ik iedereen wel vragen om eens even naar je eigen handen te kijken en je eens even in te denken wat er eigenlijk allemaal aan zit. Er zit natuurlijk materiaal van jezelf, dode huidcellen misschien,
wat talg. Als je net even met je handen door je haar bent gegaan. Er zitten misschien wel wat vezeltjes van je eigen kleding onder je nagels. Het kan wat zweet zijn. Dus ook als je dit een beetje spannend vindt zoals ik, dan heb je een beetje zweet in je handen. Maar er zit waarschijnlijk ook heel veel materiaal dat niet van jezelf is. Het materiaal wat je hebt opgepikt van anderen om je heen. Mensen die je net een hand hebt gegeven. Oppervlakken die je hebt aangeraakt. En dat is natuurlijk niet alleen met je handen zo. Dat geldt ook voor je kleding. Je neemt voortdurend sporen mee van je huisgenoten. Je partner die je vanmorgen nog hebt omhelst. Vezeltjes die op die kleding kunnen zitten. Er zit een collega in de zaal die regelmatig op de schietbaan staat. Misschien zitten er op jullie kleding nu ook wel kleine schotrestendeeltjes. Gedurende de dag pik je van alles op. En eigenlijk dat soort spoortjes vertellen het verhaal van ons dagelijks leven. Maar ook bij misdrijven kunnen sporen achterblijven. We zien hier op de plaat een voorbeeldje van een fictief misdrijf. Een straatroof waarbij een slachtoffer is geslagen. Ze staan in het park. En je ziet ook dat zij zelf sporen achterlaten. Gesymboliseerd door die voetspoortjes die achterblijven. En op elkaar laten ze ook sporen achter. Paarse sporen op het gele slachtoffer en vice versa. Maar ook een dader zal de sporen achterlaten. Hier in blauw gesymboliseerd. Je kan die achterlaten op de plaats van een incident in het park zelf. Kan het achterlaten op die slachtoffers. En zo'n dader neemt ook mogelijk sporen mee van die slachtoffer. Je ziet hem hier wegrennen met de handtas van de dame. Waarop ook sporen natuurlijk van die dame zelf te vinden zijn. We weten dus wel uit het onderzoek wat we doen en uit de praktijk. We vinden sporen van het dagelijks leven. We vinden sporen van misdrijven. En er ligt een hele belangrijke uitdaging voor forensische onderzoekers om die relevante sporen van zo'n misdrijf te vinden tussen eigenlijk die warboel en die brei van sporen van het dagelijks leven. En ik had een aantal voorbeelden van fysieke sporen. Ik noemde DNA, ik noemde vezels, ik noemde schotrestendeeltjes. Maar ook digitale sporen spelen natuurlijk een hele belangrijke rol. We zien hier de digitale telefoon van die dader uit zijn zak vallen. We weten natuurlijk dat we met zendmastgegevens bijvoorbeeld de locatie van zo'n telefoon kunnen bepalen. Maar zo'n telefoon bevat zelf ook hele belangrijke sporen. Collega's van het NFI, Abdou Bostas en Jan-Peter van Zandwijk, die hebben de afgelopen jaren onderzocht dat in logbestanden van allerlei apps die wij op onze telefoons hebben staan, informatie te halen valt over wat iemand heeft gedaan. Of iemand op een bepaald moment liep, misschien wel rende of in de auto zat. En dat soort digitale sporen kunnen ons natuurlijk ook helpen om te reconstrueren wat er is voorgevallen. Zoals ook die fysieke sporen dat kunnen doen. Nou houdt het natuurlijk niet op bij wat er voorafgaand aan een misdrijf is gebeurd of tijdens een misdrijf. Ook daarna gebeurt er nog van alles met die sporen. We zien hier een getuige die een van de slachtoffers aan het troosten is. Zo'n getuige laat zelf ook weer sporen achter, kan sporen overdragen op dat slachtoffer, een bemoedigend schouderklopje. Maar kan ook weer sporen die daar al zaten verplaatsen of misschien zelfs verwijderen. En datzelfde geldt ook voor hulpverleners die gelukkig vaak snel na zo'n misdrijf te plaatsen zijn om eerst de hulp te verlenen. We zien hier zo'n hulpverlener die het mannelijk slachtoffer daar helpt. Uit de praktijk weten we ook wel dat ook tijdens dat soort processen, tijdens medische hulpverlening, sporen kunnen overdragen. In Amerika is er een bekende zaak waarbij slachtoffer Koemra in zijn woning is overvallen en ook uiteindelijk is overleden. En bij dat misdrijf is uiteindelijk een verdachte in beeld gekomen, Lucas Anderson. En die man kwam in beeld omdat er op de nagels van het slachtoffer DNA werd gevonden, wat van Lucas afkomstig bleek te zijn. En Lucas was al bekend van de politie, zijn DNA zat ook in een DNA-databank. En het was iemand die eigenlijk bekend was van kleine criminaliteit, wat overlast gaf, kleine winkeldiefstallen. Iemand die een beetje aan de zelfkant van de maatschappij leefde. Hij werd verdacht in die zaak, werd ook opgepakt, heeft een tijd vastgezeten. En eigenlijk door goed onderzoek dat zijn advocaat ook heeft gedaan, kwam uiteindelijk naar voren dat ten tijde van dat delict, ten tijde van die overval op slachtoffer Koemra, Lucas Anderson buiten bewustzijn op de eerste hulp van het ziekenhuis lag. Omdat hij te veel had gedronken en ook drugs had gebruikt. En hij is gedurende die hele periode onder toezicht geweest. Hij had dus echt een glashard alibi. Hij kon simpelweg dat misdrijf niet hebben gepleegd. En toch was hij in beeld gekomen door die DNA-match op die nagels. Wat nu bleek is dat Lucas Anderson naar het ziekenhuis was gebracht door hulpverleners. Die later, en dat was ongeveer 3 uur later, bij slachtoffer Koemra kwamen. En het is heel aannemelijk binnen die zaak dat DNA van Lucas Anderson via die ambulancemedewerkers uiteindelijk bij dat slachtoffer terecht is gekomen. Het is een voorbeeld uit de praktijk, wat laat zien dat sporen dus ook indirect kunnen overdragen. En dat het dus ook niet ophoudt nadat het misdrijf is gepleegd, want ook daarna sporen kunnen ontstaan of worden verplaatst.
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het forensisch onderzoek wat daarna gaat plaatsvinden. We zien hier mensen van de politie bezig met het forensisch onderzoek. Er worden getuigen verhoord. Er worden foto's gemaakt van de plaats van het delict. En er wordt sporenonderzoek gedaan. En die sporen die worden uiteindelijk gevonden. Die worden veiliggesteld, zoals we dat noemen. Die worden verpakt, getransporteerd en opgeslagen voordat ze in een laboratorium kunnen worden onderzocht. En dat gebeurt eigenlijk in de ring daaromheen. En na zo'n misdrijf, dan worden zulke sporendragers, zoals we dat noemen, of de sporen zelf, als er bijvoorbeeld een bloedspoortje met een wattenstaafje is bemonsterd op zo'n plaats delict, die worden getransporteerd naar het laboratorium voor nader onderzoek. En daar worden ze onderzocht. En wat we hier eigenlijk in dit voorbeeld op deze plaat al zien, is dat die knuppel die daar in het park werd gevonden door die politiemedewerker, dat sporen die daarop aanwezig waren, en dat kunnen vingerafdrukken zijn, dat kan DNA zijn, dat kunnen vezels zijn, dat kan van alles zijn, zich hebben verplaatst naar de binnenzijde van die verpakking. En die deskundige vraagt zich dan ook af, van ja, hadden we dat onderzoek nou niet eigenlijk beter op die plaats van het incident kunnen doen, in plaats van dat we dat naar het laboratorium verplaatsen. Want door het verpakken en transporteren van zo'n sporendrager kunnen ook weer sporen worden verwijderd, verplaatst. En dat verstoort eigenlijk dat sporenbeeld. Wat ook de interpretatie daarvan, en daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om, lastiger maakt. Want wat kunnen dat soort sporen ons dan nog vertellen over wat er precies is voorgevallen? Het onderzoek wat we vervolgens in het laboratorium doen is een andere belangrijke factor in het geheel. We kunnen natuurlijk eindeloos veel verschillende typen sporen onderzoeken. Maar daar zijn we de afgelopen decennia ook wel ontzettend goed in geworden. Van hele kleine spoortjes kunnen we bijvoorbeeld een goed DNA-profiel maken. Van hele kleine spoortjes, explosieven, die kunnen we simpelweg nog detecteren. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld voor verdovende middelen of precursoren daarvan. Dus de middelen waarvan drugs worden gemaakt. We zijn ontzettend goed in het detecteren van die sporen, maar we zien ook wel, dat helpt natuurlijk om duiding te geven, maar dat het ook in de rechtszaal, die zien we hier ook nu verschijnen op de plaat, best wel wat vragen oproept. Ja. Het is niet zozeer dat er meer vragen komen over wat de betekenis is van die sporen in de context van zo'n strafzaak, maar er zijn simpelweg doordat we van die hele kleine spoortjes onderzoeken, veel meer mogelijke verklaringen denkbaar voor dat soort sporen. Ja. Wat zegt nou zo'n klein DNA-spoortje over wat er is voorgevallen? Wat zegt nou het aantreffen van een paar vezels op een kledingstuk over de relatie die personen met elkaar hebben? En was dat inderdaad een spoor van het dagelijks leven, hè, legitiem sociaal contact? Of was het inderdaad een spoor dat is achtergebleven tijdens dat misdrijf? Dat zijn natuurlijk relevante vragen voor uiteindelijk die rechter die daar een beslissing over moet nemen. Want was de verdachte nou schuldig of was die onschuldig? En dan is natuurlijk de vraag, wat kunnen wij daar als forensisch onderzoekers en met name vanuit het lectoraat dynamiek van forensisch sporen aan bijdragen om antwoord te leveren op dat soort vragen? Dat gaan we natuurlijk doen door onderzoek, door experimenteel onderzoek. En dat kan een onderzoek zijn, zoals we dat hier ook zien, het voorbeeld op de plaat, die knuppel is onderzocht. En eigenlijk willen we weten wat die sporen op zo'n knuppel, stel dat we daar DNA van die verdachte hebben gevonden, wat die sporen ons kunnen vertellen over of die verdachte nou met die knuppel simpelweg honkbal heeft gespeeld in dat park. Of dat hij ook dat slachtoffer daarmee heeft geslagen. En we kunnen bijvoorbeeld experimenten doen door mensen zo'n knuppel te laten gebruiken, die vast te laten pakken. En vervolgens kunnen we kijken wat er over de tijd ook met zo'n spoor op zo'n knuppel gebeurt. Als het wordt blootgesteld aan verschillende omstandigheden. Als we zo'n knuppel door iemand anders laten gebruiken, als we die knuppel eens buiten in de regen leggen. Hoe lang kunnen we eigenlijk nog sporen vinden op zo'n knuppel? En als die verdachte zegt, ik was daar een week geleden honkbal aan het spelen. Of de vraag is, zijn die sporen achtergebleven ten tijde van het delict? Dan kunnen dat soort experimenten helpen om duiding te geven. Hè? Vinden we die sporen nog na een week, als de honkbal is gespeeld, als het buiten in het park heeft gelegen? Of is die kans wel heel erg klein geworden? Nou, dat soort experimentjes, dat doen we ook bij de HVA. En Esther, jij refereerde daar al aan. Dit jaar bijvoorbeeld hebben twee studenten een prachtig onderzoek gedaan. Rana Roersma en Jasperina Storm hebben onderzoek gedaan naar het voorkomen van mannelijk DNA op het ondergoed van vrouwen. En dan denk je misschien, wat moeten we nou met dat soort informatie? Ja, je kunt je misschien wel voorstellen dat met name in zedenzaken, zaken waar seksuele delicten een rol spelen, dat soort informatie best wel relevant kan zijn. Als we in een zedenzaak ondergoed van een vrouw krijgen voor onderzoek, dan zoeken we daar vaak naar DNA van mannen. En is de vraag soms, als we dan een DNA-spoor vinden, ja, wat zegt dat nou? Is dat spoor daar terecht gekomen? Inderdaad, omdat die verdachte die dan vaak in beeld is, dat slachtoffer heeft aangerand. Of is dat DNA eruit gekomen omdat zij simpelweg een sociale relatie hadden? En dat kan een relatie zijn van samenwonen, relatie zijn omdat zij partners zijn, of dat ze bijvoorbeeld elkaar in een café hebben ontmoet eerder op die dag.
Rana en Jasperina die hebben onderzoek gedaan naar dat soort verschillende omstandigheden. Die hebben vrijwilligers ondergoed laten dragen een dag lang. En ze hebben van mannen in hun omgeving DNA afgenomen om te kijken, ja, wat vinden we nou onder legitiem sociaal contact van die mannen terug op die kleding. Dat onderzoek heeft laten zien, voor een stukje eigenlijk precies wat we zouden verwachten. Naarmate die relatie tussen die man en die vrouw sterker is, als ze bijvoorbeeld samenwonen, samen in hetzelfde bed slapen, omdat ze een relatie hebben, dan is de kans vrij groot om DNA van die man op het ondergoed van die vrouw te vinden. Maar op het moment dat zij huisgenoten zijn, waarbij er geen sprake is van een romantische relatie, is die kans een stukje kleiner. En als er eigenlijk geen vaste relatie is tussen die mensen, is die kans bijzonder klein om DNA van die man op het ondergoed van die vrouw te vinden. Dan zeg je misschien inderdaad, hè, dat is toch algemene kennis, dat weten we toch dat dat zo zal zijn. Maar dit soort experimenten helpen wel om data te genereren, om kennis te genereren, om straks in een echte rechtszaak, om in een echte zaak, een antwoord te kunnen geven op die vraag en een onderbouwd antwoord te kunnen geven op die vraag. Wat zeggen die sporen over de handelingen die de verdachte en het slachtoffer hebben uitgevoerd? Een ander punt is, en dat zien we hier ook op de plaat, dat tijdens zo'n rechtszaak en tijdens zo'n forensisch onderzoek verdachten worden gehoord, slachtoffers worden gehoord, getuigen worden gehoord. Zij worden bevraagd op wat is er nou precies voorgevallen. Soms merken we ook dat er dan niet wordt doorgevraagd op wat is er dan precies gebeurd. Een verdachte die zegt, ja, ik kwam wel eens in het park en ik speelde daar wel eens honkbal. Wij zouden dan heel graag willen weten als forensisch onderzoekers, maar wanneer was dat dan precies? Hoe lang is dat geleden? En wat heb je dan precies met die knuppel gedaan? En ook, wat is er daarna nog met die knuppel gebeurd? Om uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op die vraag, wat vertellen die sporen ons over wat er is voorgevallen? Dus dit soort experimenten helpen ook wel om meer richting te geven aan verhoren die politie kan uitvoeren. Dit zijn vrij algemene onderzoeken die we doen, hè, over wat kunnen we eigenlijk voor sporen verwachten. Andere onderzoeken die we doen, en die we graag ook verder willen gaan uitbouwen, zijn onderzoeken naar het forensisch proces. Ik liet al zien dat tijdens het hele forensisch onderzoek van alles met die sporen nog kan gebeuren. Tijdens het verpakken, het transporteren en het opslaan daarvan. En we willen eigenlijk beter begrijpen wat er nou precies met die sporen gebeurt. Als zo'n sporendrager, dat kan bijvoorbeeld een kledingstuk zijn of een mes wat wordt verpakt of een ander wapen, dan kunnen vingerafdrukken die daarop zitten verstoord raken door het schuren in die verpakking. DNA-sporen kunnen we ook kwijtraken. En sporen kunnen zich ook verplaatsen van de ene plek op het kledingstuk naar het andere. En dat alles, en ik noemde dat net al, kan de interpretatie van dat soort sporen bemoeilijken als we willen weten wat er nou precies is voorgevallen. En er zijn wel onderzoeken gedaan. Collega's uit Australië bijvoorbeeld, die hebben onderzoek gedaan. Maria Gorey is zo iemand. En die heeft ook laten zien dat je wel tot 50% van je DNA kunt verliezen in zo'n verpakking. Maar of dat in alle gevallen zo is en onder wat voor condities dat is gebeurd, maar ook een hele belangrijke vraag, in welke gevallen dat echt van belang is, dat we dat proberen te beperken, dat verlies, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. En samen met Christiane de Poot en samen met Anouk de Ronde hebben we inderdaad dit jaar een subsidie binnengehaald waarmee we 4 jaar onderzoek kunnen gaan doen in een project dat we genoemd hebben Geen Spoor te Verliezen. En in dat project gaan we 2 promovendi aanstellen die onderzoek gaan doen aan de ene, op de ene kant naar wat gebeurt er nou precies in dat proces van verpakken en transporteren van sporen en sporendragers. Wat verliezen we daar nu precies en hoe kunnen we ook, dat is natuurlijk uiteindelijk een hele belangrijke vraag vanuit de praktijk, ons werkproces zo verbeteren dat we dat verlies van die sporen en het verplaatsen van die sporen kunnen minimaliseren. Dat we zo veel mogelijk informatie aan het eind van het hele proces nog uit die sporen kunnen afleiden. Dat zal 1 onderzoekslijn zijn binnen het project. Andere onderzoekslijn zal meer gaan over vragen die een forensisch onderzoeker zal hebben op het moment dat hij op een plaats van een incident staat. Stel, er is een inbraak geweest, die forensisch onderzoeker staat daar in die woning. Die zal ook weer onderscheid moeten gaan maken tussen die sporen van dat dagelijks leven en tussen die sporen die mogelijk tijdens die inbraak zijn achtergelaten. En daar willen we graag experimenten gaan doen om te laten zien waar kun je nou de relevante sporen vinden en hoe kun je dat soort sporen onderscheiden, op die plaats ligt al misschien, van die sporen van het dagelijks leven. En dat kan natuurlijk helpen uiteindelijk om betere sporen te vinden, relevantere sporen te vinden, uiteindelijk daardoor het onderzoek, het forensisch onderzoek in de volle breedte ook te versterken. Dat onderzoek gaan we doen naar DNA-sporen en naar vingersporen, waarbij ik zelf een stukje DNA-kennis zal inbrengen. Ik ben natuurlijk ook DNA-deskundige bij het NFI. En Anouk de Ronde vanuit haar onderzoek in het onderzoek naar vingersporen verder in zal brengen.
Nou, die twee sporen gaan we kijken, omdat die heel veel worden gebruikt voor identificatie van personen. Het is een heel krachtig opsporingsmiddel. We hebben natuurlijk databanken waar we kunnen zoeken met een DNA-profiel. We hebben databanken waar we kunnen zoeken met vingerafdrukken. Het is een heel krachtig middel om personen te identificeren en op te sporen. Maar het levert daarmee ook heel veel vragen op over de betekenis daarvan en de handelingen die dan die personen hebben uitgevoerd. Dus de reden dat we niet sporen gaan kijken, maar daartoe willen we ons niet beperken. We hebben straks twee promovendi die ook eigen interesses hebben. En die willen ook de ruimte bieden om onderzoek te gaan doen naar andere type sporen en sporendragers. Om daar ook het verband te vinden. Een ander punt is, en dat is ook waar we met het lectoraat mee verder willen, is beslissingen die in dat hele forensisch proces worden genomen. Hè, vanaf die plaats ligt al waar een forensisch onderzoeker sporen moet selecteren en beslissingen moet nemen. Welke sporen neem ik mee en welke sporen laat ik achter? Tot een beslissing die een forensisch officier moet nemen over welke sporen stuur ik naar het laboratorium en welke stuur ik niet in. Daar moeten keuzes worden gemaakt. En welke sporen ga ik vervolgens onderzoeken in het laboratorium en welke onderzoeken zet ik daarop in? En uiteindelijk de keuze die ook een rechter moet maken tussen schuld en onschuld. Al die beslissingen die in dat hele forensisch proces worden genomen, daar willen we graag beter gaan doorgronden waarop die zijn gebaseerd. En er ligt heel veel data. We doen natuurlijk elke dag forensisch onderzoek en dat al ontzettend lang. Er ligt een enorme berg gegevens in allerlei systemen opgeslagen bij het Nederlands Forensisch Instituut, bij de politie, bij het Openbaar Ministerie en bij de rechtspraak. En we willen heel graag kijken op basis van die data, en dat gaan we ook samen doen met collega's van het NFI, maar met slimme data science toepassingen willen we gaan kijken of we antwoord kunnen gaan geven op de vraag bijvoorbeeld van welke sporen kan ik nu beter veiligstellen op een plaats delict en meenemen naar het laboratorium voor verder onderzoek? En welke kan ik beter direct op zo'n plaats delict onderzoeken? Om te voorkomen dat ik bijvoorbeeld sporen kwijtraak. Dat soort vragen en dat soort dilemma's waar we soms voor staan. Ga ik onderzoek doen aan vingersporen of ga ik onderzoek doen naar DNA-sporen? Want ik moet kiezen voor of het een of het ander. We kunnen op basis van die gegevens uit historische gegevens uit zaken kijken. Wat was nou het meest succesvol? En op basis van dat soort data en dat soort gegevens in de toekomst misschien betere beslissingen en beter onderbouwde beslissingen nemen. Ten slotte, en dat is natuurlijk ook wat we met het lectoraat graag willen doen. Het is heel leuk om dat soort onderzoek te doen naar de dynamiek van sporen en kennis te vergaren. Maar uiteindelijk zul je die kennis moeten vertalen naar wat er in de praktijk gebeurt. In een rechtszaak, de vragen die mensen in een specifieke zaak hebben. En daar komt een heel stuk kansrekening om de hoek kijken. Kans op overdracht van sporen waar we het over hebben gehad. De kans dat sporen ergens blijven zitten onder allerlei condities. En de kans dat we ze ook weer terugvinden. Maar ook de samenhang tussen verschillende typen sporen is van belang. We kunnen onderzoek doen naar het kans op het aantreffen van DNA-sporen onder verschillende scenario's in een strafzaak. Maar misschien is spooronderzoek naar vezels of juist naar digitale sporen wel ontzettend belangrijk. Om een antwoord te kunnen geven op die cruciale vraag die er in een strafzaak ligt. Dit jaar zal ik ook verder met Abdou Bostas en Jan-Peter van Zatwijk, die ik ook eerder noemde, die onderzoek doen naar digitale sporen in mobiele telefoons gaan kijken. Hoe fysieke sporen, zoals DNA-sporen en onderzoek naar die digitale sporen, elkaar kan versterken om antwoord te kunnen geven in specifieke zaken op de vragen die er liggen. Dus dat is een belangrijk stukje verder ontwikkeling op het gebied van kansrekening. En de interpretatie van die sporen in de context van een strafzaak. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk wel om. We willen met elkaar, met dat hele forensisch onderzoek, die keuze, die beslissing van die rechter aan het eind van het hele proces, beter maken in de zin dat we betere informatie aanreiken om die keuze te kunnen maken. En daarmee zijn we eigenlijk rond in dat hele forensisch proces. Hier zien we de schitterende plaat die Ferry Timp heeft getekend van het werk wat we als lectoraat en met collega's van het lectoraat graag willen doen de komende jaren. Ik wil nog benoemen, als we naar deze plaat kijken, dat die samenhang tussen al die verschillende type onderzoek, forensisch onderzoek die we doen, ontzettend belangrijk is. We zijn in het verleden heel erg gefocust geweest als forensische onderzoekers op onze eigen vakgebieden. Het verbeteren van onze analysemethode, de interpretatie van onze eigen sporen. En ik praat dan bijvoorbeeld vanuit mijn eigen achtergrond als DNA-onderzoeker. Zijn we ontzettend goed geworden in het vinden, het analyseren en het interpreteren van DNA-sporen. Maar om een antwoord te geven op de vraag van hoe zijn die sporen daar terechtgekomen, wanneer zijn ze daar terechtgekomen, is de samenhang tussen al die verschillende sporen ontzettend belangrijk. En dat betekent dus ook dat we moeten zoeken naar samenwerking. Niet alleen binnen forensische onderzoekers, maar tussen al die partijen. Tussen de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de politie en forensische laboratoria. Om uiteindelijk die volgende stap te kunnen zetten.
En dat doen we met elkaar om uiteindelijk die stille getuigen, hè, dat zijn die sporen die achterblijven, om uiteindelijk die stille getuigen het juiste verhaal te kunnen laten vertellen. Ja, mooi. En daarmee wilde ik mijn verhaal hier afronden. Terug naar de studio. Je hebt het harde werk gedaan. Je mag plaatsnemen. Je mag Dankjewel. Even achteroverleunen. Even uitblazen. En inderdaad, Gelijn Meijer, ook bedankt voor de bijdrage. Die staat nu op om plaats te maken voor de directeur wetenschap en technologie van het NFI, Annemieke de Vries. Welkom, Annemieke. Dankjewel. Hoe was het om het te horen? Ik vond het fantastisch om te horen. Ja. Ik kijk uit naar de komende jaren. Ja, prachtig. Ja. Je bent natuurlijk helemaal expert en zit in het thema. Ik als leek vond het ook super boeiend om naar te luisteren. En ook de infographic was echt heel mooi ondersteunend. Wilde ik toch nog even gezegd hebben. Maar jij hebt natuurlijk veel meer woorden voorbereid voor Bas. Dus aan jou het woord. Oké, dankjewel. Wel edel, zeer geleerde heer Kokshorn. Beste Bas. Heel fijn dat ik als eerste je titel mag uitspreken. Van harte gefeliciteerd met het officieel verkrijgen van jouw lectoraanstelling aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik wil ook voordat ik verder ga met het laudatio Gelijn en Esther en Christiane bedanken. Want we zijn al 2 jaar ruim hierover aan het nadenken en voorbereiden. En hoe leuk is het dan om hier vandaag te zijn en daadwerkelijk het lectoraat geïnstalleerd te zien. Nou, voordat ik ga praten over Bas als deskundige, Bas als persoon en wat jij zo al gaat doen in je lectoraat, althans wat wij denken, wil ik ook in lijn met wat Gelijn en Esther vertelden, hier kort even aangeven hoe belangrijk dit ook voor het NFI is. En als directeur wetenschap van het NFI ben ik enorm verheugd dat dit nieuwe lectoraat aan de Hogeschool van Amsterdam is gerealiseerd. En ben ik vooral ook heel erg trots dat jij hier nu als nieuwe lector voor ons staat, zit. Voor het NFI is het uitvoeren van forensisch zaakonderzoek een hele belangrijke kerntaak. Daar zijn we als instituut nationaal en internationaal bekend om. We werken in Nederland voornamelijk in opdracht van het Openbaar Ministerie en de politie. Maar ook andere opdrachtgevers zoals de Verenigde Naties weten onze deskundigen goed te vinden. Om aan al deze verschillende opdrachtgevers onderzoeksresultaten te kunnen blijven leveren met de vereiste kwaliteit in de strafrechtketen, is continu doorontwikkelen en innoveren enorm belangrijk voor ons als instituut. Om ons brede palet aan forensische onderzoeksgebieden state of the art te houden. Het forensisch zaakonderzoek vraagt vaak om een hoge mate van vertrouwelijkheid en werken achter gesloten deuren van onze bunker in Den Haag-Ypenburg. Innoveren, echter, doen we natuurlijk graag samen met allerlei partners. We kiezen hierbij bewust voor een model waarin we samenwerken met universiteiten en hogescholen. En dat bestendigen we dan door de invulling van leerstoelen, zoals nu ook jouw leerstoel. Om zo gevoed te worden met de nieuwste technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Als instituut zijn wij dan altijd klaar voor de forensische vraag van morgen. En de universiteit of hogeschool verkrijgt informatie over de forensische praktijk. Bovendien kunnen we op deze manier samen de forensische onderzoekers van de toekomst opleiden. En zoals we dat dan noemen, een win-win situatie. Dus voor het NFI is het heel erg belangrijk. Waarom dan deze leerstoel, de dynamiek van forensische sporen? Deze gezamenlijke leerstoel van de HVA en NFI is om meerdere redenen een bijzonder gewenste aanvulling op de leerstoelen die wij vanuit het NFI al hebben. Allereerst is er gezien onze primaire taak veel meer behoefte om samen te werken met hogescholen. Om innovatie uit te voeren heel dicht op de praktijk. Dat vrij snel ook al geïmplementeerd kan worden in het zakenonderzoek. En daarmee is de samenwerking met hogescholen een bijzonder voor de hand liggende. Inhoudelijk past de leerstoel, zoals jij zelf ook weet, naadloos bij onze eigen strategische onderzoeksagenda. Het gaat om sporen die jij zo treffend aanduidt als stille getuigen. Want verdachten stellen de aanwezigheid van hun DNA vaak niet meer ter discussie, maar wel hoe het spoor daar terecht is gekomen. Vragen vanuit de rechterlijke macht hierover nemen de laatste jaren toe en gaan naast DNA ook over andere gebieden, zoals wat je zelf ook al aangaf, digitaal of chemisch. En daarom is deze leerstoel belangrijk, omdat de samenwerking met de HVA Bas, maar ook daarmee ons als NFI, mogelijkheden zal bieden om al die verschillende onderzoeksgebieden met elkaar te verbinden. En het onderzoek binnen dit thema een grote stap voorwaarts te brengen.
Bas zal dat met zijn jarenlange ervaring en vooral persoonlijke kwaliteiten als geen ander kunnen. Het recent met succes binnenhalen van een grote raaksubsidie met collega lector Christiane zie ik als een bewijs van erkenning voor jouw buitengewone expertise, maar ook als een bijzonder mooie start van deze leerstoel. Dan Bas als DNA-deskundige, principal scientist, lector en collega. Je vervult nogal wat rollen inmiddels, Bas. Naast deze nieuwe rol als lector ben jij ook al jarenlang DNA-deskundige. En sinds ruim 2 jaar een van de principal scientists van het NFI. In die laatste rol bewaak je de wetenschappelijke kwaliteit van het brede NFI-onderzoek. En je denkt mee over de koers die het instituut zou moeten volgen. Een belangrijke taak waarin je ook mij doorlopend scherp houdt met prikkelende vragen en je ook niet zomaar genoegen neemt met een snel antwoord. Maar hoe kennen wij, zijn collega's en ik, de onderzoeker Bas? Via een interne verkiezing zijn een aantal jaar geleden bij het NFI de kernwaarden bepaald. En die zijn deskundig, betrouwbaar en betrokken. Ik vermoed ergens dat jij voor het eerst in je hele loopbaan de regels overtreden hebt en de NFI-stemmers hebt gemanipuleerd, want dit tekent jou natuurlijk ten voeten uit. Opbouwend kritisch in gesprek op de rol van het NFI, het team principal scientist als wetenschappelijk geweten van ons instituut, maar vooral ook op jezelf als deskundige. De kern van forensisch denken is het complete twijfelen aan jezelf. Een uitspraak van een forensische deskundige die ik laatst in de krant las in verband met een gerechtelijke dwaling. Je hebt hem gelezen. Zo ga jij ook om met de forensische zaken waar je aan werkt. Niet te snel tevreden zijn met een eerste resultaat of opgeven wanneer iets niet lukt. Maar altijd kritisch blijven nadenken en de extra stap willen zetten. Ik heb ook, net als Esther, mijn informatie opgehaald. ik quote even een van jouw collega's. Als Bas ergens op zit te broeden, dan laat het onderwerp hem niet meer los. Als je dan vraagt of hij nog wat leuks gaat doen het komende weekend, dan antwoordt hij: ik denk dat ik even ga klussen aan een paper over het onderzoek aan DNA in auto's. En dan is zo'n ei grotendeels gelegd na het weekend. Al dus zijn collega. Die overigens ook het volgende aangaf. Bas loopt graag wat vooruit op de troepen om nieuwe inzichten uit de wetenschappelijke literatuur snel in te passen in het zaakswerk. Toch loopt hij niet altijd voorop. Met een aantal collega's gaat hij jaarlijks een weekje hiken op uitdagend terrein. En dan is mij verteld dat jij juist vaak wat achter op de troepen loopt. Maar men verdedigt direct voor jou dat je dan waarschijnlijk op zoek bent naar slakjes. Bas, jouw werk als DNA-deskundige, principal scientist en nu ook nog als lector kenmerkt zich door jouw enorme kwaliteit om rust uit te stralen en te creëren. Op een prettige manier samen te werken met heel veel verschillende collega's. Anderen vooruit te helpen en je scherpe neus om onderwerpen te verbinden en nieuwe onderzoekswegen in te slaan. Ik weet dan ook zeker dat je via dit nieuwe lectoraat een grote aanwinst zult zijn voor de HVA. En voor het NFI nog meer zult betekenen dan je nu al doet. De afgelopen paar jaar heb ik jou leren kennen als vriendelijk, integer, hardwerkend, geïnteresseerd in een ander, rustig en vooral ook bescheiden. Over dat laatste hebben wij wel eens gesprekken. Doe je jezelf daar soms niet mee tekort? Jij hoeft persoonlijk niet in de schijnwerpers, zeg je dan altijd. Het gaat om wat het beste is voor het onderzoek. Maar Bas, ik vind het enorm verdiend dat je dat vandaag wel een keertje staat. Nou. Dankjewel. Ja, en dan mag nu het draagteken overhandigd worden. Ik zou willen dat ik zo'n rapport had. Zo, ik schrijf hem even naar jou. Is er erbij? Ja, ik ga hem even afleggen. Ja, hij staat je mooi hoor. Past ook bij je outfit, ja. En zo verdiend. Ongelooflijk wat voor titels die hier allemaal over tafel worden gestrooid. Ja, en die behoren allemaal tot jou. Prachtig. Dat is natuurlijk je eigen professionele carrière die je hebt doorlopen. Maar wat Annemieke zo mooi zei, het onderzoek, dat staat centraal. En daar gaan we even verder op induiken. En dat doen we met de gasten die jij ook hebt uitgenodigd. Mag ik aan tafel Henk van den Heuvel en Ingrid Julens. Welkom. Dankjewel. Als we het toch over sporen hebben, even de glazen van de andere gasten wegschuiven. Die ook.
En dan is deze schoon. Nou, kijk eens, zo. Yes. Nou, dan zijn we er helemaal klaar voor. Ik ga jullie even netjes voorstellen. Henk van de Heuvel is senior raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. En Ingrid Junens is forensisch coördinator bij de politieeenheid in Noord-Nederland. Dus jullie behoren allemaal tot die strafrechtketen waar Bas het net zojuist over had. En nou, ik kan me zo voorstellen dat sporenonderzoek ontzettend belangrijk is in dat werk wat jullie doen. En ik ben wel benieuwd van, ja, in hoeverre is dat ook echt zo belangrijk? En hoe werken jullie ook echt samen met dat NFI? Mag ik bij jou beginnen? Ja, dat mag je zeker. Dankjewel. In de eerste plaats Bas, van harte gefeliciteerd en dank voor de uitnodiging. Het is heel belangrijk, die sporen. En eigenlijk zou natuurlijk jij moeten beginnen, want het begint natuurlijk bij de politie. Maar uiteindelijk zijn de rechters degene die moeten kijken of iets bewezen kan worden. En het enige wat dan telt is of we hetgeen dat het Openbaar Ministerie te last heeft gelegd, of we dat kunnen bewijzen. En sporen kunnen daar natuurlijk ontzettend belangrijke rol in spelen. Dat kunnen allerlei verschillende soorten sporen zijn. En volgens mij heeft Bas het woord niet genoemd, maar activiteitenniveau. Dat is eigenlijk waar het tegenwoordig vooral om draait. En natuurlijk waren rechters altijd al heel lang geïnteresseerd in van nou het spoor is, maar hoe is het nou daar terechtgekomen. Alleen de deskundigen konden daar eigenlijk nooit heel veel aan bijdragen. En dat is nu heel erg aan het toenemen. En dat helpt ons natuurlijk ontzettend. Dat geeft ook wel weer problemen, want het is ook best wel weer lastig wat we moeten met die uitspraken op activiteitenniveau. Daar moeten we ons ook weer in verdiepen. We waren net een beetje goed thuis in rapportages op bronniveau en nu komt daar activiteitenniveau bij. Maar het is een fantastische ontwikkeling die ons ook ontzettend helpt. Als jullie maar niet op delictniveau gaan zitten. Dan. Nee, we houden ons bij onze rol, denk ik. Ja. Er komt zoveel voorbij in jouw prachtige antwoord. Dus als ik nog even iets eruit mag halen. Sporen op bronniveau. Hè, dat gaf je net aan. Dus rapportage op bronniveau. Ja. Kan je dat verder toelichten? Nou, en wat dan het verschil is met nu dan de sporen op activiteitsniveau? Ja, kijk, Bas kan dat natuurlijk uiteindelijk veel beter. Want die is bijvoorbeeld onderzoeker op DNA-gebied. Maar als je ergens iets vindt, op een plek plaats delict en je gaat dat onderzoeken, je vindt een voorwerp of een stukje bloed of een druppeltje bloed of wat dan ook. Nou, dan is het ook heel interessant om te kijken van kunnen we daar iets mee om, hebben we misschien een dader in beeld of zal je moet zeggen een verdachte en kunnen we daar iets mee? Maar het wordt nog veel interessanter als je ook iets kan zeggen over hoe zou het daar terecht zijn gekomen. Ja. En misschien iets te illustreren wat je, ik werk in een hoger beroep, hè, mm-hmm. Dus die zaken zijn allemaal al bij de eerste aanleg geweest. Wat je vaak ziet tegenwoordig is dat verdachte zich beroept op zijn zwijgrecht. En dan komt er in hoger beroep wel ineens een verklaring. Maar die past dan naadloos bij wat er allemaal is gevonden zeg maar, in het vonnis. Alleen met een andere uitkomst, namelijk dat hij niet gedaan heeft. Nou, en in dat geval dan ga je eigenlijk in scenario's denken. En juist bij dat scenario denken, wat je echt heel veel ziet in hoger beroep tegenwoordig, is die rapportage op activiteitenniveau heel enorm handig. Belangrijk, ja, ja. Ja. Dus dat geeft ook aan dat het eigenlijk dat je beter kan onderbouwen waarom een bepaald spoor daar is gekomen, maar daardoor dus ook beter kan bepalen of iemand schuldig is of mogelijk niet. Dus enorm belangrijk voor de samenleving ook daarin. Als je dit zo hoort, dit verhaal en hoe die sporen dan een rol spelen. Henk zei al van, ik moest eigenlijk bij jou beginnen. Nou, dat geeft dus aan wat voor leek ik ben. dus eerst bij de politie, want jullie komen natuurlijk eerst in aanraking met die sporen. Hoe zie jij die ontwikkeling van de afgelopen tijd ook, wat Henk net aangeeft? Ja, nou, ten eerste Bart, ik wil je ook van harte feliciteren. Leuk dat ik ook ben uitgenodigd hier te zijn. Ik vind het ook heel leuk om jou antwoord te geven, want wij staan natuurlijk aan het begin van het hele sporenonderzoek. En uiteindelijk staat er iets op papier en moet de rechter een oordeel geven. Maar wij staan eigenlijk, nou ja, zoals het plaatje al zichtbaar was. Wij staan midden in het bloed. Ja. En ja, hoe ga je dan iets veiligstellen waar over 2 of 3 jaar soms pas een antwoord op wordt gegeven? Dus dat is heel ingewikkeld. En is natuurlijk heel erg geëvolueerd dan in de loop van de jaren. We zijn echt beter geworden in het zoeken. We kunnen ons ook beter beschermen. Dat is ook de witte pakken die je dan altijd ziet. Die zijn er dus echt, hè? Ja, helemaal beschermd. Ja, maar ja. Het is natuurlijk niet een sporenonderzoek, het is niet in 2 minuten klaar. Dat zijn plaatsdelictonderzoeken die uren, soms dagen duren. Ja. Waarbij je ook van mensen heel veel verwacht. Die ja, onder hele specifieke omstandigheden, waarbij er een slachtoffer is die misschien is overleden, ook onderzoek gedaan moet worden. Dus ja, dus er zit van heel veel, inderdaad, daarom is dat mooi, de dynamiek van de forensische sporen. Ook die dynamiek is er al op de plaatsdelict. Ja.
Ook bij ons. Ja, en het gaat echt om die details. En heb je misschien ook concrete voorbeelden van wat er dan al zoal is veranderd om die sporen dus beter te kunnen waarborgen? Of we hadden het bijvoorbeeld over pakken bijvoorbeeld. Ja, we zijn de beste. Het is heel erg veranderd ook al aan het begin in het vastleggen. Want waar vinden we het? En dat wordt vastgelegd door fotografie of 3D of andere scans. En daar zijn we gelukkig heel veel beter in geworden. Ook het waarmerken van waar is het nu aangetroffen. Het ook verpakken. En dat is natuurlijk heel interessant. Hè? Van vind je een kledingstuk, wat Bas al zegt. En zit het iets op de mouw, dan wil je het niet op de andere mouw overdragen. Ja, hoe verpak je dat dan? Dat is natuurlijk heel interessant. Welk verpakkingsmateriaal gebruik je dan? Alleen, als Bas het daar dan over hebt, dan zeg ik, ja Bas, maar ik sta op een plaats te lik die helemaal vergaan is met bloed. Ja. Dus hoe ga ik dat dan daar doen, als ik dat heel voorzichtig moet inpakken? Nou, dat zijn nou de interessante dingen. Hè? We kunnen gelukkig heel veel beter. We hebben verpakkingen veranderd, verbeterd. En zodat het ook niet gaat schimmelen of dat het beter droogt. Maar ja, nu zitten we naar de volgende stap. Van, ja, als we dat dan verpakt hebben, wat doet het dan met de sporen? Ja, precies. Dus die wisselwerking is enorm belangrijk tussen jullie eigenlijk allemaal, hè, om dat ook te verbeteren. Hoe ziet die wisselwerking eruit? Volgens mij ben jij ook wel de verbindende factor tussen de verschillende partijen. Nou, dat doe ik zeker niet alleen. Nee. Daar hebben we allemaal een rol in natuurlijk. Als het bijvoorbeeld gaat inderdaad over het werk op die plaats delict. We gaan natuurlijk straks met het project Geen Spoor te Verliezen onderzoek doen naar waar vind je nou de relevante sporen en kunnen we nou het best verpakken, transporteren. Dat gaan we niet bij de HVA in een laboratorium zitten bedenken en dan tegen Ingrid vertellen van, goh, zo moet je het voortaan doen. Dat gaan we nadrukkelijk samen doen. Want uiteindelijk moet het ook werkbaar zijn in de praktijk. Ook als je bij nacht en ontij in de regen staat, wil je een methode hebben die optimaal is, zo optimaal mogelijk. En dus het moet werkbaar zijn in de praktijk, dat vinden we heel belangrijk. Ingrid, je gaat er natuurlijk ook zelf een rol in spelen. Je komt ook bij het lectoraat één dag in de week om daarover mee te denken en mee onderzoek te doen. Maar hetzelfde geldt inderdaad ook voor de rechtspraak en daartussen ook natuurlijk het Openbaar Ministerie. Hoe kunnen we helpen met het duiden van die sporen? Wat zijn voor jullie nou relevante vragen? En dan gaan we daar ons onderzoek specifiek op inrichten. En daarin speel ik zelf natuurlijk een rol in, ook vanuit mijn rol als DNA-deskundige. Ik zie veel zaken. Ik praat veel met mensen in de praktijk, het operationele perspectief. Maar ook bij dit soort gelegenheden, als we straks een drankje pakken, praten we er ook nog eens even over door van wat is nou belangrijk. En hoe zorgen we ook dat die hele strafrechtketen blijft aangehaakt? Want we kunnen als onderzoekers natuurlijk van allemaal hele mooie dingen bedenken. Ja. Uiteindelijk moeten we wel zorgen dat het blijft aansluiten bij wat de praktijk nodig heeft. Ja, dus dat gebeurt soms wel eens op een informele manier, zoals zo meteen bij een drankje. Maar ook formeel moet het natuurlijk gekaderd worden. Heb jij misschien daar ook voorbeelden van hoe jullie ook misschien als rechters feedback kunnen geven ook aan het NFI van, nou, we hebben het op een bepaalde manier nodig. Want het is ook allemaal interpretatie natuurlijk. Het is een bepaald soort taal die je moet spreken om die sporen te kunnen begrijpen. Nou, ik denk inderdaad dat die interactie, die feedback heel belangrijk is. Want ja, we spreken niet helemaal dezelfde taal. Een jurist is toch net even iets anders opgeleid, opgevoed dan een forensisch deskundige. Maar ergens moet je elkaar wel vinden. Nou, het helpt altijd als je mensen hebt die net iets verder kijken en iets meer weten ook van wat de ander doet. Maar het betekent ook dat je allebei van beide kanten inspanningen moet doen om elkaar te vinden. En een van de dingen die wij kunnen doen is feedback geven op rapporten van deskundigen van het NFI. Dat doe ik bijvoorbeeld zelf in een cursus bij het NFI. Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg, maar als voorbeeld. Ja. Waarbij je dan ook aangeeft, ja, maar weet je eigenlijk wel voor wie het rapport schrijft? En weet je wel dat ik de eindgebruiker ben? En wat heb ik dan uiteindelijk nodig om iets met jouw rapport te doen? En hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de kans dat ik het verkeerd begrijp of de verkeerde dingen ermee doe, zo klein mogelijk is? En andersom kun je ook heel veel dingen doen. Dus het is van beide kanten. Dus zij kunnen ons weer kennis bijbrengen over hoe zij rapporteren, over Bayesiaanse statistiek, noem het maar. Dus je moet denk ik van beide kanten bereid zijn om elkaar weten te vinden. Ja, precies. En mooi dat dat dus al op deze manier ook gebeurt. Wat ik ook mooi vond om te horen is dat jij je gaat aansluiten bij het lectoraat ook. En we hadden het erover van, nou, er zijn heel veel ontwikkelingen eigenlijk geweest de afgelopen tijd. Maar er zijn natuurlijk ook weer heel veel nieuwe vragen, hè, die het oproept. Je benoemde het al een beetje. Eigenlijk wordt de complexiteit ook steeds meer zichtbaar. Wat voor vragen zijn er nu heel erg van belang in het politiewerk om dat beter uit te voeren? Nou, natuurlijk ook, je wilt ook de juiste antwoorden hebben. En voor ons is het natuurlijk heel erg belangrijk, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk op die plaats delict doen? Moeten we misschien zelf nog weer beter worden in het bemonsteren van bijvoorbeeld een stuk van overtuiging? En hebben we daar nog weer opleiding voor nodig? Of doen we het al goed genoeg? Maar ook vanuit, als er een verpakkingsidee komt van dat is handig. Ja, dat is misschien handig voor
om het juiste spoor te, het beste spoor te vinden. Maar is dat ook werkbaar op de plaats dat leek? Dus ja, die dynamiek, die vragen blijven heel belangrijk. Ja. Ja, mooi. En belangrijk dus dat die nog extra onderzocht worden. En het onderwijs speelt daar ook een belangrijke rol in. Hè? Je benoemde het al eventjes over het voorbeeld over de studenten... die ook soms sporenonderzoek doen. Hoe komen zij tot die vraagstukken? En uiteindelijk ook tot de ontwikkeling van zo'n vraagstuk... om zo'n sporenonderzoek uit te voeren? Ja, het lectoraat is natuurlijk nauw aangesloten bij de opleiding forensisch onderzoek. Ja. Elk jaar hebben we 80-100 studenten die... Ja, een ambitie hebben om in het forensisch werkveld terecht te komen uiteindelijk na een opleiding. En tijdens de opleiding krijgen zij heel veel mensen uit de praktijk ook te zien. Ze krijgen gastcolleges van politiemensen, mensen van het Openbaar Ministerie, van het NFI. Er zijn er veel collega's die daar ook gastcolleges geven om uit te leggen eigenlijk wat hun werk inhoudt. En je merkt dat studenten dat verteren en ook terugkomen met vragen van ja, hebben we daar nou een antwoord op? En soms is dat antwoord nee, daar hebben we nog geen antwoord op. En daar komen gewoon onderzoeksvragen uit voort. Ik noem natuurlijk het voorbeeld van Rana en Jasperine... die een onderzoek hebben gedaan naar die onderkleding van vrouwen. Ja. Ja, voor een belangrijk deel hebben zij dus zelf invulling ook aangegeven... aan de afkadering van het onderzoek. Voor een deel ook ingegeven door bijvoorbeeld het programma BOOS. Ja. Waar natuurlijk veel aandacht was voor... waar ligt de grens nou eigenlijk van een seksueel delict? Mm. Die discussie. En wat kan je eigenlijk aan sporen mogelijk daar verwachten? Ja. Dus zij halen ook dingen uit de praktijk, uit de media. Uit de actualiteit, ja. Enorm actualiteit. Belangrijk, ja. Dus dat is een heel belangrijk aspect. Maar we proberen die mensen dus ook meer kennis mee te geven. Ja. Om straks in die praktijk te kunnen gebruiken. Ja. Nee, echt een prachtig voorbeeld vond ik dat ook. En ook hoe studenten dus eigen regie krijgen om dat soort vraagstukken ook te ontwikkelen. En dus de ruimte krijgen om dat verder te onderzoeken. En hopelijk kunnen die resultaten ook weer meegenomen worden. Nou ja, in jullie werk ook verder. We zijn alweer aan het einde gekomen. Misschien nog eventjes een laatste opmerking van wat nemen jullie nou mee uit het verhaal en de infographic van Bas? Wat jullie zometeen aan collega's gaan vertellen die er niet waren. Nou, ik neem sowieso mee van Bas, maar eigenlijk wist ik dat al wel een beetje, dat er natuurlijk steeds meer mogelijk is. En dat dat enerzijds heel mooi is, want dan kunnen we steeds meer dingen onderzoeken en uitspraken daarover doen vanuit de deskundigen. Maar dat het ook wel iets van ons betekent, dat we ons daar goed op moeten voorbereiden. Ja, oké. Nou, en ik dat echt nu de wetenschap echt dicht bij de praktijk blijft. Dat is mooi, dat het niet een wollig geheel wordt ergens in een universiteit of in een hogeschool, maar dat we echt gericht op de praktijk gaan, omdat daar de winst te behalen is. Want, ja. Dus dat is het belangrijkste. Dat ga ik ook tegen de collega's zeggen. Ja. En ze kunnen nog de livestream ook achteraf kijken. Ja. Ik ga de link doorzetten. Morgen, En Bas, wat neem jij mee? Er zijn natuurlijk ook heel veel woorden over jou uitgesproken. Ja, een beetje met stomheid geslagen. Ja, hè? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar wat ik wel meeneem is... Ja, ondanks alles hè, en ondanks beperkingen die we hadden... toch hier met een groot aantal mensen aanwezig kunnen zijn. Ja. Dat collega's vanuit het hele forensisch veld eigenlijk aanwezig zijn. Oud-studenten van de HVA. Dat vind ik wel ontzettend mooi dat er zoveel interesse is... en brede interesse is voor dit onderwerp. Ja, en dat je echt gedragen wordt dus door een hele grote gemeenschap. Dat is ook mooi om te zien en het werk wat je doet. Ik blijf het herhalen, dit kan je niet alleen doen. Nee, dus precies. Ik vind het heel leuk en heel mooi om dat samen het werkveld te kunnen doen. Ja, prachtig. Nou, ik wil jou natuurlijk van harte bedanken voor deze prachtige middag. Maar ook heel veel succes wensen met al het mooie werk wat je nog gaat doen. Jullie ook hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. En dat jullie me hebben meegenomen in een beetje dat proces en hoe de keten in elkaar zit. Voor de mensen die hier zijn, mogen jullie ook achteraf zo'n mooie publicatie meenemen. En de mensen thuis, ja, die kunnen misschien bestellen bij Bol of... Nee, grapje. ik wil jullie allemaal echt een hele fijne middag wensen. En bedankt voor deze prachtige middag. Dankjewel.